je materiaal kost u. Dus ben van Gimpo. Met de wereldkampioen Ina Spoor rijden daar beneden nu. En de wereldkampioen die nu de leiding overneemt. De Vanetto. Oma valt daar vooraan. Is dat Baroni? Ja, Francesca Baroni. Ja, nou, die komt een beetje te kort. En daardoor tegen dat paaltje en tegen de grond. Francesca Baroni. Dus je ziet dat inderdaad, kijk. Ja, ook daar in een putje denk ik. Met dat voorwiel. En daardoor tegen de grond. Daar Annemarie Oost proberen erbij te gaan. En dat doet ze niet onmiddellijk. Daar komt die val van Francesca Baroni, de Italiaanse. Vooraan hadden we dezelfde situatie. Nog altijd de publieke afleiding voor Ferma Templen. Dat Casablanca Mars, denk ik, gaat er mee vooraan zitten. De taal, u ziet dat ook, zien we daar. Allemaal die mensen uitgekeken. En dat moet dan de linker terug van zijn regering. Thank you.
Come on, hold it easy.
Linda. Ja, maar omdat hij snel gaat. Even op de afstand. Op de ridderkracht, daar zijn we. En dan zijn we al een aantal kijkers de botten op in deze tweede ronde. Die al 7 minuten aan de gang is. We gaan die onder de druk doorkrijgen tot het einde. Om dan naar de laatste pot te trekken. Voor alleen de zaal van Steven Bergkrijg aan twee ronden. Met de rapper van 2, met de terugkeer van het oog. En dit komt er allemaal op de achterkant. Is goed gemaakt door de voeten. Dat gaat naar de kijkbaar rijden. We hopen dat de voeten zijn vervolgd. Ja, we hebben het niet gehad. Om zij de in de spoor van de Sinter Brand hebben gevochten. Dat hier onder de druk door. En dan zal het de laatste volgende gewond. We zitten al zijn aan het 80%. En dan met een klimmetje naar boven naar de kop van de brug naar de passage gemaakt. Dat wordt van 2 grote cross. Dat is de Nederlandse dame die gemaakt gaat zijn. Pieterse Brand en Van Empel. Daar komen ze. Inderdaad, de Pieterse aanleiding. We gaan het onderlijke zien. Met de voorsprong die ze bij elkaar gepikt zijn. De Pieterse, hier komt dan Lucinda Brand. Dat is op een... ja, 6,5 seconden zeker, 5-6 seconden inderdaad, en Van Empel daarbij. Op 6 seconden Van Empel, daar komt Annemarie Worstier. Dat is op 18 seconden. Dan krijgen we hier Jenny Zepetsema. Dat is op 24 seconden. Achterstand al van Pieter Sessen. Dan is de dag op Kabakaba. In het gezelschap van de Belgische kampioen op Sanaka. En dat is op 42 seconden. 42 seconden achterstand voor dat kampioenenduo. Rijden en kampioen van België. En de Brand is gaan wisselen. Daar komt nu Van Empel in positie 2. In de achtervolging op de Nederlandse kampioen. Van Empel gaat het laten dichten. Komt nu aansluiten, of de hoed als aansluiten bij Puk Pietersen. Door die tipswissel van Brand is zij wat achterop geraakt.
tussen Puk Pietersen en Van Empel. Het Nederlandse duo. Met de bijten nu terug. Brandt op een paar pitsen, maar geeft zich niet zomaar gewonnen. We zien dat Brandt. We gaan nu de handkamer te maken bij Zandrogen. We hebben 6 ronden in totaal afgelegd. En meteen goed voor Thank you.
Hier komt de passage van Sanne Logat. Onder andere La Tabas. Komt nu over de streep. Maar dat is thank you.
voorzichtig die bochten nemen naar de 80%-regel nu. Daar staat de procent standaard. Dan opdraaien richting de aanvalszone door de twee rode voeten van de markt. De Manetto, maakt de klokjes. Hier komt de Pietersen. Dat was op 15 seconden. Dat was iets dieper dan die 15 seconden toch. Adem gevonden te hebben, terwijl Van Empel terug binnengaat in de post en Brandt dat niet doet. Dat zou de Sint dat dus terug wat voordeel kunnen opleveren. Terug daar inderdaad bij het bereiken van het einde van de post iets dichter. Die mocht daar ingedoken bij Van Empel terug. Het waren 5-6 seconden aan de finish. Het zijn er nu nog 3-4. Het verschil tussen Van Empel en Brandt. Het lijkt een onnootje tussen 29 en 20 in de strijd om de overwinning vandaag in deze Caps Urban Cyclocross in Kortrijk. Nummer 2 in de reeks van 8 voor onze Soudal Lady Trophy van de Kampioen. Applaus bij de passage aan de streep voor Blanca Vas, die haar wacht in maag neemt op tijdens 2 minuten. Moet dat zijn geweest, is aan de kant. De passeert aan de kant, zesde op dit moment in de cross. Na het Nederlandse vijftal dat opnieuw dominant in deze wedstrijd, Van Empel, Brandt, Pietersen, Hensra en Bos, de basis 1,5. Door deze Nederlandse dames ingevallen op dit moment in de wedstrijd. Geen wissels. Brandt die wel iets weggooit.
Sidaal naar het afgedeelte van het parcours. En op weg naar de beurt, op weg naar de laatste ronde in de wedstrijd. Laatste ronde voor Sven van Tempo. Onder de aanmoedigingen. Laat die kop dan maar knallen hier op de groene rug. De Sven brengt die voor Sven van Tempo. Daar komt misschien de brand. Ook al Sven. Maar de knallen naar boven van de top van de rug. Maar toch is dan niet mee van de laatste hard wedstrijd van vandaag. Kom op, Lucia. 20 seconden in de kracht is aan de stand. Voor de Sint-Abraham-Brand 2-5-2. Aanvang van die 6-11 in laatste ronde. Komt dus nu richting aanwezigpassage Club Pietersen. De regering Nederlandse kampioenen. Lange tijd heeft hij gelijk de kracht gehaald met de 2. Op top, nu komt al Belgen van mij. De laatste ronde voor haar. Passage van Pietersen. Aan de streep met een achterstand hier opgemeten van 44 seconden. Als de klok niet heeft. Dan is het wachten op Denise Wensma, Annemarie Vos, dat duo. Strijden voor 4 en 5 momenteel. Naast de voorsprong die we opgeweten hadden was 1-12. Brand weer op een kritische benamen in de mondiaal komen. Wachten we altijd op de passage van dat de tweetal Wensma en Wos. Wensma is nu wel. Wos is inderdaad gescoord. Laatste ronde voor Denise en voor Annemarie. Wensma op 1.47. Wos aan de laatste ronde begonnen met een achterstand van 1.51 op Van Empel. Dat gaat serieus van verandering te weten. In de eerste ronde, de andere twee, die stoppen al op meer dan 5 minuten door die deelname daar in Melden, op de voet van Melden daar in Aldenhaven, die komt aan de kant op plek 6, op 2-23, kom op Sanne, voor een zesde plaats op dit ogenblik voor Sanne Kamp. Daar komt Janabraka Bas, die komt eraan, dat gaat op meer dan 2,5 minuten, dat wordt op 2 minuten. Ja, 8,39 zeker, 2,20, met nog een scherm. Zonder tijd.
gecontroleerd worden. We zitten momenteel met een 12-tal rensters binnen die 5 minuten grens. Want u weet het, bij die deelname verliezen we sowieso 5 minuten. Dus dat is ook de maximale afstand. Laatste meter in het voor de Belgische kampioenen met een
Tweede tour. Dat is een achterstand van 21. Dan gaan wij ons naar het podium begeven voor de huldiging van onze dames in de tweede man van de Soedal Ladies Trophy, terwijl nu de aankomst zijn krijgen van de Britse Anna Kay. Anna Kay.